Daan, welkom. Fijn dat je tijd had. We kijken even terug op afgelopen wedstrijd en op komende wedstrijd tegen Barendrecht. Afgelopen wedstrijd 2-2. Dat is geen verlies. Wat moet me lekkerder voelen dan de afgelopen weken, denk ik? Nou, nee, het voelde helemaal niet lekker. We gingen die wedstrijd in omdat we die wedstrijd wouden winnen, zeker hier thuis. Tegen Meers is een ploeg waar we gewoon absoluut 3 punten tegen moeten pakken. Dus als je die wedstrijd verliest dan, of gelijk speelt, dan voelt het alsof je hem eigenlijk verloren hebt. Ja. Oké, dus toch een lichte teleurstelling. Aankomende zaterdag spelen jullie tegen Barendrecht. Die staan 4, dus een zaterdagclub. Hoe kijk je daar naartoe? Hoe leef je daar naartoe? Wat verwacht je ervan? Ja, volgens mij hebben ze vorig jaar ook lang meegedaan aan een promotie nog. Dus het zal gewoon een hele lastige wedstrijd worden. Ik denk dat wij gewoon zeker nu positief moeten blijven. Het zit allemaal een beetje net niet mee. Maar als we gewoon vanuit de nul kunnen spelen, liggen daar denk ik ook gewoon kansen voor ons. Oké. En waar liggen de sterktes van jou dan in een wedstrijd? Hoe voel je je al thuis in het team? Ja, ik denk dat wij als team nu gewoon, we krijgen veel goals tegen. Dus wij moeten gewoon als team vanuit de nul kunnen gaan spelen. En als dat lukt, dan komen de resultaten vanzelf. Maar in ieder geval voor nu moeten gewoon bij iedereen moeten de individuele fouten eruit. En dan moet het goed komen, denk ik. Gewoon even individuele fouten eruit, alsof het heel makkelijk klinkt. Durf je een voorspelling te doen voor aankomende zaterdag? Laten we de nul houden en 0-1 winnen daar. Laten we het hopen. Het is positief. Ik wens jullie voor heel veel succes de komende wedstrijd. En dan gaan we het meemaken. Dankjewel, komt goed.